Hallo, hallo, hier is Kingo met Tech It Let's Play, episode 26, samen met Venk, die al druk bezig is met zijn farm, met zijn melons, en waar ook heel vreemd genoeg één pumpkin staat. Hoe is dat ook weer gebeurd, Yuri? Door de minion stone. Hm? Oh. Maar die heb jij trouwens. En dan... cool. Maar goed, ja, dus hier zijn we weer. En zoals beloofd hebben we een beetje verder gewerkt. En ik zit met mijn reet in de bosjes. Een sapling. En misschien zie je al iets nieuws. En kijk eens op de minimap. Dus rechtsboven. En dan zien jullie ook wel wat andere nieuwe dingen. Oh ja, Yuri geeft even wat melons. Oh, heerlijk. Heerlijk, hier komen we. Yes. Okay. Maar we hebben dus, zoals beloofd, gingen we de achtertuin afmaken. Maar we hebben wat nieuwe ideetjes heb ik gekregen. En ik heb het heel erg, zeg maar, leeg gemaakt. Maar wel vet. Dus we gaan erheen. En dit is nu onze achtertuin. En hier is het een soort bruggetje. En zoals je kan kijken is het nu allemaal zo. Helemaal rond, helemaal vlak. Loopt dus iemand tot aan dit punt. Misschien dat hij in de haven komt, zo, dat weet ik nog niet. Maar wat dit is, is dus een nieuwe aanbouw aan Jessicom, waar we in deze sessie aan gaan werken. Dus dit wordt weer een sessie met alleen maar bouwen. Dus als jullie niet van het bouwen zijn, deal with it. Nee, want een van de laatste episodes, ook al was het gefaald, had ik al heel veel gemined. En daarom is het, daar staat mijn kop er niet echt zo van na om nu te gaan minen. Ik weet niet hoe het bij Yuri zit. Nee, we hebben 14 diamonds, dus denk niet dat het nodig is. Dat is wel jammer dat het nog steeds als mislukt. Ik vind het nog steeds kut. Maar we gaan binnenkort wel weer een keer minen, maar dan komt wel weer Tommy erbij, waarschijnlijk. Als zijn tweede kans voor in de dingen te komen. Ja. Maar wat we dus nu gaan doen is, we gaan de tuin een beetje aanpassen. En ik ga beginnen met dit. Want dit hier, deze plank zeg maar, komt naar wat ik dus al in de vorige episode een beetje had verteld. Ach, is squat. We hadden hier toch al die dingen geplaatst? Ja, die heb ik allemaal weggehaald. En dat wil ik dus net uitleggen. Dat komt allemaal hier. Okay. Hier komt een gigantisch complex. Dus een beetje vierkant. Een soort van echt een enorm... Een soort van kubus. Niet echt, maar wel een stuk dat een stuk vetter uitziet. En er komt fucking veel van die crossbreeding plekjes. Komt allemaal hier zo. Heel dicht bij huis. En dat leek me gewoon eigenlijk vet uitzien van de afstand. En dan vanaf hier is kijken en dan kijken en dan zie je zo drie verdieping hoog, allemaal crossbreeding en zo. En iets van 8 bij 6 of zo. Van die dingetjes. Dus dat leek me fucking vet. Dus daar ga ik aan werken, denk ik. Nadat ik dit heb afgemaakt, dus een nieuw gedeelte. En hier komt een soort van balkon. Jori, dit wordt een soort van balkonnetje. En dat heb ik gedaan omdat ik wil. Ik weet niet wat jouw mening ervoor is, dat heb ik nog niet gehoord. Maar dan wil ik in heel dat plains biome. Wil ik helemaal voltouwen met allemaal kleine torentjes. En dat zeg maar ons fabrieksterrein wordt. Zodat we van ons huis de mooi kunnen zien. Dan zien we alle mooie industrie daar zo helemaal over dat heel gebied. Oh, dat moet je niet vallen. Maar ja, vind je dit een leuk idee? Ja, is goed. Oké, man. Oké, dan gaan we nu eerst een keer een act maken en de muur openbreken. Daar gaan we een keer mee beginnen. En Yuri, wat ga jij doen? Wil ik even van jou weten. Ik ga dus beginnen met de uitbreiding van Jessicomp. Alweer. Maar goed. Ja, waar zou ik mee beginnen? Nou, ik don't know. Misschien kan je nog wat van die oor smelten hier. Gewoon eventjes als even side dingen, omdat er nog heel veel oor zitten. En hier heb je trouwens nog een steek hier. 5 steek. Oh. Oké. Okay. Dat doe ik de iron wel gelijk even van. Ja, inderdaad, iron dat hebben we het meeste nodig, want daar hebben we nog iets van 19 van of zo. Ik weet niet hoeveel ik net had. En de minion stone begint al een heel klein beetje, begint het al met opraken. Dus er is wel iets af aan het gaan van de mini-stone. Je kan het toch goed zien, zeg maar. Oké. Open breken, die handel. Achter de kisten ook. Oh ja, de kisten die gaan we dan ook verplaatsen naar ergens hier zo. En ik weet het niet zeker, maar ik ga misschien de deur, zeg maar, aanpassen, Yuri. Wat ik voor een idee had, is om de deur hier te plaatsen. Zo. Op deze plek zo in het midden. En dan zeg maar een looppad hier langs de kust naar daar zo het industrieterrein. Ja, oké. Okay. Gewoon hier zo langs, hè? Hier de deur is. En heb je hier zo een pad van hout of zo, weet ik het. En die loopt helemaal zo netjes langs de kust. Ja, is goed. Oké. Ziet er wel vaag uit, hè? Die op is die kisten. Die achterkant van die kisten heb ik nooit gezien, eigenlijk. Trouwens, ik heb die boomerang ook nog niet laten zien.
Boomerang. Oh ja, tuurlijk. In Tekkit Light zijn er boomerangen. Oh, kut. Wat deed? Oké, maar laat maar zien, want in Tekkit Light zijn dus boomerangen. En laten zien hoe ze werken. Gewoon rechtermuisknop in klikken en dan. Oh, en daar komt hij. En dan ligt hij ergens op de grond. Het ziet er heel vaag uit, hij zweeft al tussen in de lucht. Beetje glitchy. Maar het is wel fucking cool. Gooi hem nog eens, even de zee in. En dan terug. Daar gaat hij. Ze gaan wel heel erg ver. Ja, ze gaan ver, hè? Dus dat is nice. Dat is een mooie range weapon. Waar is die nou? Ik weet niet, ik hoor hem nog wel. Oh, hij ligt hier. Hij vloog naar binnen. Ja, hij vloog naar binnen en weer terug naar buiten. Wauw, cool. Wow, het wordt bijna donker, dus zo eventjes pitten. Ja. Even dit een beetje aanpassen. En ik zit er ook al aan te denken om een verdieping hierbovenop te doen. Met ook een soort van uitzicht over de industrieterrein. Maar dan gewoon een gigantisch raam en geen balkon. Dat hou ik al beneden. Anders, ik kan wel heel even wat kool gaan minen. Oh ja, hebben we geen kool meer dan? Wel, dat is goed, dus nog... Ja, 22, maar oh ja, dat zit dus, in de... Dat is voor weinig. De... Ja, is goed, ding. Is goed. Ga eerst even slapen en dan zo meteen even slapen. Hè? Oh ja, en dan neem dan ook meteen kobbel mee, want we hebben bijna geen kobbel meer. Serieus, we hebben geen kobbel meer, geen dirt. Basic shit hebben we allemaal niet meer. Dat is echt vaag. Ik had het echt moeilijk te doen om aan de kleinste beetjes kobbel en dirt te komen. Want hier was net trouwens twee creeper explosies. Nog snel last minute voordat ik begon te filmen even gefixt. Maar ja. We hadden echt, moesten daar even flink wat dirt vandaan halen. Een beetje zo netjes van de randjes. Even goed kijken wat we nog wel hebben. We hebben hier nog wel, we hebben hout, hebben we nogal genoeg. Wacht, ik heb nog een mini-shirt. Ja, we hebben er weer 9. Ja, beter kunnen we dat doen. Wacht, beter maken we gewoon even een tweede voor jou. Hoe moest dat ook alweer? Zo'n minimumstone. Vier, als een wiel zeg maar, 4 gold. In het midden 1 iron. En in de hoeken een smoothstone. Maar voor mij hebben we nog geen smoothstone meer. Oh. Daarom bedoel ik, we hebben kobbel nodig. Anders pak ik hier gewoon even snel 4 kobbel van. Mag je wel lenen. Oh, dat is niet eens mooi in het midden. Ik dacht dat is wel mooi in het midden zeker. Of is het, even kijken. Dit is het midden zo. Even wat stuff dumpen. Dit is het midden, dus hier moet nog eentje bij. Moet ik eventjes onthouden. Dus hier zo zeg maar nog, eventjes twee van die random dingen dat het eentje brengt. Hey, heb jij al die plank cover strips zo en al die... Ja, die heb ik. Oké. Okay. Je mocht trouwens ook wat meer van die corner dingetjes maken, vond ik. Die heb ik. Ja, heb je nog? Ik heb nog hele stack. Ik zie het hier. Pak je het net voor mijn neus. Oké, ik heb hier eventjes wat cobblestone. Die zit er nu in. Er kan smoothstone van worden gemaakt. Wacht, even kijken of het wel klopt hoor. Recipe. Ja, het klopt. Oh nee, wacht. Het is 1 gold in het midden en daaromheen 4 iron. In plaats van 4 gold en 1 iron. Oeh, nice. Oké, maar slapen. Slapen, Vink. Slapen. Ja. En deze tekstjes moeten we echt nog even zien te fixen. Gewoon opnieuw plaats, denk ik. Ja, maar daar hebben we eerst een range voor nodig. Daarvoor hebben we brons nodig, als het goed is. Niet dat dat zo verschrikkelijk moeilijk is, maar... Ik wacht er toch nog wel even mee. Oké, even zien. Maak je zelf die minion stone of moet ik erbij helpen? Maak jij hem maar. Oké, goed. Zo. Hier. 1, 2, 3, 4. 1. En... Hier zou komen. Eentje laten zitten. Zo. Oké, zo, dat wordt weer een minion stone. De inner stone met ruim shards of minium. En daar hebben we de tweede minium stone voor Vink. Mijn lief. Yeah. Hiermee kunnen we trouwens ook, dat ga ik eventjes misschien snel doen, eventjes een sapling veranderen. In een jungle sapling, want er is geen jungle. Wat veranderen is een jungle sapling? Ja, mooi. We hebben dat tenminste... Oh, even lag. Dat is zo nice, hè? Gewoon jungle. Mm-hmm. We hebben nog niet eens jungle gevonden, volgens mij. Nee, inderdaad. Oh, wat heb je hier nou weer gedaan? Jori. Ja, klojo. Zo. Ja, gewoon. Zo, ah. Het is goed. Oké, ik ga maar dus... Yo man, ik ga hier dan wat bouwen. Als even die lek een beetje stopt. Ja, ik heb net wat gerenderd misschien. En dan heb ik mijn computer daarvoor niet afgesloten. Ton. Goed. Wauw. Dat is ook zo handig, hè. Bam.
Maar ja, we gaan toch niet te veel reizen. En Delano, in je interview heb je gelijk hoor. Die squids zijn nutteloos. Ja, ik weet. Oh ja, voor degenen die het niet weten. Ik ben geïnterviewd een paar dagen geleden. Of ja, eigenlijk al een week geleden. Maar is een paar dagen geleden is geüpload. Of vandaag denk ik nog. Ik weet niet eens wanneer ik het upload, deze episode. Misschien op zondag. Dus het is zaterdag geüpload. En dan ben ik dus geïnterviewd door Minecraft van Excel. Excel. Yep. En, oh, kut! Wat de... Oh. Wat fuck zeg je? Het ging net goed. Wat? Viel je bijna in een ravijn? Ja, ik viel een beetje diep. Ik wou botten pakken. Er waren 4 botten van 1 skeleton. Wat? Wow. Dat heb ik voor mij bijna nooit gehad. Maar ik ga echt een beetje laggy. Ik loop gewoon... Ik vraag me trouwens ook af wanneer Nethercrack terugkomt. Ja, ik ook. Ik heb geen idee wanneer nou precies, hè. Want... Dat is wel irritant. Ik heb nog een episode van Nethercrack te uploaden, maar dat is al van een tijd geleden, dus die krijgen jullie waarschijnlijk ook vandaag te zien. Maar, hoe heet het? Ik weet het niet, want ze zouden het dit weekend misschien al fixen, maar ik weet het niet. Er is in ieder geval veel probleem mee. Dan moet je even een video kijken van Tommy, dus van GamesXL. Dan, die heeft er wat over verteld, over wat er precies aan de hand is. Ik heb hem even snel doorgekeken en niet echt veel ervan onthouden. Maar goed, even kijken. Oké, ook wood kunnen we wel aanpassen zometeen, net zoals de vorige keer met die minion stone. Nou, eerst even al dit weg en dan gaan we even de vloer inleggen. Oh wow. Kijk, dit deel was even van die creeper nog. God darn. Heb je al wat kool gevonden? Ja, maar niet veel. 2. Oké. Is beter dan niks, hè? Ja, maar niet, niet beetje, zo heel veel. Ik moet trouwens wel een beetje oppassen, want als ik bijvoorbeeld dit weghak, dit blokje... Dan breekt alles los omdat de timber erin zit. Of ik moet met de hand los timmeren. Dan heb ik er ook geen last van. Eigenlijk ben ook weer zo stom om geen toortjes mee te nemen. Nou wauw, geniaal. Ja, als we amper dingen hebben. En ik heb nog 1 toortje toevallig in mijn inventory. Maar als je dan zo nodig om kool moet gaan. Ja, dan vind ik het best wel logisch dat je geen toortjes hebt. Want daar moet je kool voor nodig hebben. Ja. Tja. Dus it adds up. Misschien een klein beetje logica. Klein beetje maar. Oké. Maar nog eventjes. Sorry dat we weinig tech hebben geüpload de laatste weken. We waren gewoon best wel veel te druk bezig met Nethercrack. En dan was er nog die episode die mislukte. Dus het zat niet echt mee, zou ik zo zeggen. Ja, die hele special van een uur. Ja, nee, op zich valt het nog best mee. Het zijn 3 episodes, dus als bijvoorbeeld 2 uur achter elkaar gefilmd als gewone episodes, was het erg geweest. Ik ga mijn boomerang gebruiken. Ja, nice. Wow, daar heeft het nog best wel veel. Ja, ja, je hebt ook een haar, hè? Die creeper die viel naar beneden, natuurlijk. Wauw, man, ik ben echt fucking goed. Nee, gewoon fall damage. Even uranium hakken. Uranium. Ja, nee, gewoon in het Nederlands. Oké. Wat is het in het Nederlands? Nee. Maar, hoe heet het? Dat vind ik ook wel vet, wat ze hebben toegevoegd aan... hoe heet het? Aan deze stacket. Uranium en van die nucleaire reactoren kunnen nu 4 keer zo heftig zijn. Weet je dat al, Jori? Hadden we dat getest? Wat? Volgens mij wel, toch? Wat? Wat Een nucleaire reactor. Nee, die hadden we nog niet gemaakt. We hadden wel getest wat de explosie was. En die was groot. Heel groot. Dus als je in het midden van ons terrein, wat we dus daar willen gaan bouwen. Als je daar zo'n reactor zet en die ontploft toevallig, is zeker de helft van ons hele terrein weg. Zo'n enorme explosie is dat. En met ons terrein bedoel ik van dit, nou, van, zeg dat, tot helemaal tot aan daar. Dat is van ons hele terrein. Als je het in het midden zou zetten, zou echt dit zo'n enorme krater worden. Echt niet normaal. Ja, dat gaan we doen. Ja, maar in ieder geval, nu kan dit 4 keer zo erg. Want je kan nu ook 2 cellen, met behulp van een aantal nieuwe onderdelen van Tekkit Light, aan elkaar vastmaken blijkbaar. Dus dan heb je, dan kan je in 1 slot kan je 2 cellen zetten. En, en 2 van die 2 cellen kan je ook weer combineren, tot 4. Dan heb je dus een quad cell. En die kan je op 1 slot douwen. Dus dat betekent dat je 4 keer zoveel slots kan, 4 keer zoveel energie kan produceren. Maar daar ook weer voor 4 keer zoveel risico nemen op een 4 keer zo grote explosie. Ah. 4 keer zo leuk.
Maar goed. Dus ik kan het wel even snel laten zien, denk ik. Dus, cel... Ja, hier, kan je gewoon zien. Die minion stone even aan het gebruiken. Zo, in de cave. Ja, kijk, dus het heeft ook een andere texture. Dus kun je zien, recipe. Is gewoon simpel, hetzelfde als eerst. Dan kan je hier zo een dual uranium. Daar hebben we wat dense copper plates voor nodig. En dan kunnen we er zelf een quad van maken. En die zijn dus dan fucking heftig. Die gaan we zeker gebruiken in onze machine. Maar dus, in deze dingen gaan we dus gewoon een beetje bouwen aan ons huis. En zorgen dat dat een beetje voorlopig even goed genoeg is. En dan gaan we in episodes daarna gaan we minen. En dan gaan we echt technisch bezig zijn met ons terrein. En een beetje crossbreeding nog. Want daar wil ik ook nog steeds echt goed bezig houden. Want crossbreeding is een soort van onze nieuwe energy condenser. Oftewel, daar moeten we al onze materialen vandaan halen. En met de miniumstone kunnen we het aanpassen. Trouwens, hoeveel obsidian hadden we nou? Op het moment hebben we heel weinig, maar we kunnen heel makkelijk obsidian maken met de miniumstone. Twee logs is één obsidian. Oh ja, dat is waar. Dus dat hoef je echt niet mee te nemen, dat hoef je echt niet moeilijk over te doen. Oh ja, de nether, daar moeten we ook weer eens binnenkort in. Ik weet niet of ze daar nog nieuwe dingen aan toegevoegd, volgens mij nog niet. Maar... Oh, hebben we nog maar... Oh nee, had ik gemaakt een diamond pickaxe, dat is waar. Oh ja, Yuri, weet je nog, Sapphire? Ja. Nee, dat was gisteren op Omgepop. Daar ga ik trouwens ook een keer misschien weer eens een video of een livestream over houden. Want er waren wel genoeg mensen die hadden bij Omgepop hadden geliked. Zo van, ja, ik join wel en zo. Het waren er 18 en ik had er 10 nodig. Slimes. Maar heel veel mensen denken volgens mij, ik weet niet zeker hoor. Het kan ook zijn kunnen er hier slimes spawnen? Die spawnt er niet meer onder de grond? Jawel, dat is er nog steeds. Oh, wist ik gewoon niet. Oh, lol. Nice. Maar wat wou ik dus zeggen? Als je dus, sommige mensen die denken, als ze eenmaal hebben ingelogd en een account hebben aangemaakt op Omgepop, dat het dan wel goed is. Maar om star te worden voor mij, moet je dus minimaal game level, dus totaal level, 10 hebben. En op het moment is het hoogste 8 en een paar zijn 6 en 3 en zo. Maar er zijn er ook heel veel bij die zijn gewoon 1. En die hebben dus voor de rest niks gedaan. Ik vind het wel gewoon hartstikke chill dat je het gewoon dan een account aanmaakt voor me. Maar het liefst zou ik dan ook wel dat je speel en daarom ga ik dus waarschijnlijk episodes doen. Geef ik tijden door wanneer ik speel, zodat jullie er ook gewoon bij kunnen. En dan help ik jullie gewoon mee level 10 te worden. En livestreams. En livestreams van Yuri. En daar wil ik misschien ook een keer binnenkort mee gaan beginnen met livestreams. Waarschijnlijk in de vakantie ga ik er een keer naar kijken. En dat is voor ons is dan over 2 weken de vakantie. Kun je niet bij jullie? Nee, eigenlijk 1 week. Zwaar. Eigenlijk 1 week. Nog 1 week school, hè Yuri? Ja. Dan is daar weer een lekkere week vakantie. Heerlijk. Ja. Oh, we hadden nog 8 slimepas. Lol. En het wordt bijna donker. Good.